Welkom bij Loop TV. Ik ben Maurice Pieterson en vandaag ben ik op Sportcentrum Papendal. Sportcentrum Papendal is in eind jaren 50 ontwikkeld voor topsporters om beter tot hun recht te komen en hun kwaliteit verder te ontwikkelen. Hier wonen ongeveer 100 topsporters en dagelijks trainen hier 300 topsporters. Er is hier van alles te doen. Voetbalvelden, Vitesse traint hier ook. En BMX crossbaan heb ik al gezien. Hockeyvelden. Er is hier van alles. Maar vandaag ben ik hier om de zorgmarathon te lopen. Die wordt voor de 9e keer gehouden. En het met doel om geld in te zamelen voor de verstandelijke gehandicapten. Met dat geld willen ze nieuwe projecten ontwikkelen en de verstandelijke gehandicapten verder laten ontwikkelen. Dus dat is een mooi doel. Verder wil men ook bereiken dat men lekker beweegt, plezier heeft en elkaar beter leert kennen. Nou, Cerelo is er ook bij, met enkele teams. En nou, we gaan dit jaar weer proberen om een mooie positie te verkrijgen. Mooi eindresultaat. Achter mij is het wisselvak. Die loopt tweemaal het parcours. De totale lengte van het parcours is 2109 meter. Dus iedere deelnemer loopt hem twee keer, totaal 4,2 kilometer. En met z'n tienen, een team bestaan 10 personen, met z'n tienen loop je dan de totale lengte van een marathon, 42 kilometer. Tweede rondje is er een wissel, dat is hier achter mij. Daar staan ze in het wisselvak. Goed laten zien. Degene krijgt dan het lintje en gaat door de start en finish. En degene die twee keer heeft rondgelopen, die is er klaar mee. Dat is een beetje de bedoeling. Dus wisselen is heel belangrijk. Daar hebben we niet op getraind. En bij de eerste loper ging het fout. Die miste de wisselpost, die komt weer terug. En dat is jammer, dat scheelt een paar seconden. Maar we hebben het nu aardig onder de knie. Ik zal even laten zien hoe dat in zijn werking gaat. Ja, er wordt gewisseld. Daar gaan ze. Hoppakee. Eentje naar de finish. En de ander gaat door. Noordwijk. Ah, daar komt Peter. Peter voor de eerste ronde. Peter, jongen! Kom aan, kom aan! Ja! Peter! Jawel, voor de tweede. De sfeer zit er goed in. Ik heb net mijn eerste rondje gelopen. 16 minuut 16. Ik had iets sneller gehoopt, zat er niet in. Het is heet, er staat een windje. Nou ja. Nou, zoals ik zeg, de sfeer zit er goed in. 200 teams, ruim 200 teams doen er mee. Van Cerelo lopen er 29 teams mee. We zijn sterk vertegenwoordigd. Even een shotje van de omgeving. Nou, één groot feest hier. Eén groot feest. Laatste rondje. Peter, gaat goed! Laatste rondje. De massa start. Iedereen gaat nu voor de laatste twee rondes. Of je nog 1, 2 of 3 lopers hebt, iedereen moet nu. En daar komen ze. Allemaal tegelijk.
kom op dames, vol gas naar boven. Zeg hallo, hoppakee, gaan. Kom op jongens, laatste stukje. Hoppakee. Zeg hallo, hey! Vol gas naar boven dames. Ja, gooi alles los, hoppakee, gaan. Daar gaan ze, laatste. Kijk of we hem winnen vandaag. Ja, dan krijgen we allemaal een ferme handdruk. Dit herenteam. Uit Aalten afkomstig en in ieder geval ons bedrijf. Mag een groot applaus alvast voor deze kanjes! Hey. Blijf er gezellig bij staan, want we hebben natuurlijk ook de nummer 1 hierbij. Ga ik eens even kijken. En dat is voor Zerelo, de Roodrunners. Ja! Tuurlijk! Zerelo! Ja! Heb je ze? Komt erbij, dan hebben we tempo nog. Ja, dat hadden jullie al. Tempootje. Mannen en vrouwen. Ja. Huh? Hoe is dat dan? Oh, nou ja, goed. Ja, vooruit dan maar. We mogen in de gaan staan, hè? De deugd in het midden. Trouwens, deze mensen, deze organisatie bestaat voor 125 jaar, is het niet? Zullen we eens alle hoe zingen? Hey, van harte gefeliciteerd. Dankjewel.